werken aan je persoonlijke businessmodel. Groeien in adviseren, communiceren, samenwerken en leiding geven. Dat is wat je leert tijdens de Wissel & Wissel Academy. Vandaag is de terugkomdag van collega's die in de afgelopen jaren deel hebben genomen aan dit traject. En we zijn benieuwd, wat hebben zij ervan geleerd? Allereerst een persoonlijke groei. Ik voel me echt sterker door geworden. Maar ook dat ik nu een clubje collega's om me heen heb met wie ik samen kan sparren en samen kan groeien nadat de Academy is afgelopen. Dus dat vind ik zeker een aanwinst van de Academy. Nou, ik denk wel dat mij persoonlijk het meest heeft gebracht is dat het mij inzicht heeft gegeven in waar voor mij mijn belangrijkste drijfveren liggen. En niet alleen maar qua werk, maar ook privé. En verder heeft het programma me ook gewoon een sterker en daadkrachtiger persoon gemaakt. Nou, mijn tijd bij de Academy is echt onvergetelijk. Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn eigen profiel, mijn DISC-profiel. En dat heeft me geholpen mijn valkuilen wat beter in kaart te krijgen, mezelf nog beter te leren kennen, maar vooral ook dat je anderen beter kunt inschatten. En dat vind ik echt heel veel waard. Je begrijpt daardoor soms beter je eigen gedrag, waarom je op een bepaalde manier reageert in bepaalde situaties, maar ook waarom andere mensen zich op een bepaalde manier opstellen. Dat is mij echt heel veel waard. Ja, wat ik vooral geleerd heb op de Academy is dat je nog geen goede adviseur bent als je advies inhoudelijk een 10 is. He, wil een klant een advies van je overnemen, ja, dan moet je ook wel echt een vertrouwde adviseur van de klant zijn, moet een vertrouwensrelatie zijn. Moet je kunnen luisteren naar de klant, kunnen overtuigen dat je voor hem het probleem kan oplossen. Dus sinds die tijd besteed ik in mijn adviesgesprek gewoon veel meer aandacht aan het gesprek zelf en wat minder aan de inhoud. Marcia, waarom deze terugkomdag? Deze terugkomdag is georganiseerd voor de Wissel & Wissel Academy. Een aantal collega's hebben dit programma gevolgd, sommigen ook al een aantal jaren geleden. En we willen niet dat het een programma is wat stilstaat, dus wij willen deze sessies eigenlijk de collega's inspireren en er iets mee te leren waar we ook als organisatie van kunnen groeien.